Ik ben Roos en dit is Klan Inam! Hier gaan wij testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel? Of niet dan? En vandaag testen we de... Love Joint. En wat belooft het te kunnen? Deze joint kan erotiserend werken. Het bevat bestanddelen die direct je geslachtsorganen en zenuwen stimuleren. Maar klopt er wel? Of niet dan? Oké, even een resume. Deze joint bevat geen tabak of marihuana. Marihuana. Toch? Alleen maar Damiana kruiden. En dat kruid zou seksueel stimulerend werken en geeft je een high van ongeveer een uur. Hoe ga ik dit testen? Waar word je geil van? A few moments later. Oké, ik heb even research gedaan en er zijn blijkbaar 5 dingen waar elke vrouw geil van wordt. En dat is natuurlijk Ryan Gosling's accent, een ontbloot bovenlichaam, een geurtje, een kus in de nek of Matthias Schoenaerts toe cool. Nou, we moeten eerst even kijken of ik er geil van word zonder de Love Joint. Hey girl, an apple a day won't keep me away. Nog steeds niks. Niet geil. Nee, ook niet. Smoky tijd. Zo, dat ruikt naar een soort van kruidenwinkeltje. Niet naar marihuana. Oké, de joint is op. Juin in mei. Dus nu gaan we onze wetenschappelijke testjes opnieuw doen om te kijken of ik geiler ben geworden. Hallo? Hey girl, an apple a day won't keep me away. Niet grappig. Niet geil, wel grappig. Wordt er niet geil van. Oh, ja, dat is wel echt chiller. Lol. Nee, sorry. Conclusie. Dat je door de Love Joint een erotisch gevoel krijgt en high wordt. High, ja. En ik werd niet echt geil van deze dingetjes. Maar ik voel me echt wel een beetje zo... Een beetje kriebelig. Ja, wel geil. Dag. En hier nog wat super vette feitjes, zodat je deze video niet dommer verlaat dan dat je erin ging. De Damiana kruiden in Love Joints komen van deze plant uit Amerika. Damiana zorgt voor een goede doorbloeding in het onderlichaam, wat weer zorgt voor het lustopwekkende effect. Nederland telt zo'n 565 coffeeshops en dat aantal neemt elk jaar af! Oké, bedankt voor het kijken! Hoi hoi!